Sportschool zonder drempels is eigenlijk gestart vanuit een droom. In die zin dat ik heb gezien dat kinderen toch wel soms een angst hebben in het eerste leerjaar. En eigenlijk nog heel veel willen spelen. Daarentegen zie je bij kleuters die wel al zin hebben om naar dat eerste te gaan, die dan tegengehouden worden. En wat is de bedoeling van school zonder drempels? Dat is eigenlijk op het ritme van het kind leren en toch het mogelijk maken tussen kleuter en lager. Dat dat één geheel wordt. Vandaag gaan we met de derde kleuterklassers dan in het eerste leerjaar samen en we gaan aan de kinderen een gedicht voorstellen waarbij dat ze moeten nadenken en later vanuit dit gedicht een creatie moeten maken. Ze gaan samen brainstormen met elkaar, eventjes nadenken, eventjes met elkaar overleggen. Na dat overleg krijgen ze de concrete opdracht van mannen. Je gaat individueel of je gaat in groep iets creëren wat dat gedicht bij jou vandaag oproept. Het gaat een beetje rond gevoelens, het gaat rond samen discussiëren, samen praten met elkaar en samen ontdekken van welk gevoel krijg ik bij deze taal. Ik vind het een beetje leuk om met het eerste leerjaar te gaan en dan heb ik een beetje minder schrik om naar het eerste leerjaar te gaan. Dat verschil voelen wij en horen wij ook als we met hen praten, hè? Want we toetsen dat regelmatig af. Wat voel je? Wat denk je? Ben je bang? Ben je niet bang? Waarom zou je bang zijn? Ja, vraag het eens aan je vriend. Hoe is het gegaan? En dat is een reflectie die we die kinderen aanleren. En je voelt dat bij onze kinderen, dat zij die reflectie hebben. Wij doen optrekjes met de kleuters, met de lagere school. Dan ik mijn vriendjes terug kan zien. Ik vind het heel belangrijk dat als kleuteronderwijzer dat je zegt van kijk, we moeten gaan samenwerken. We moeten gaan samenwerken om ene sfeer te krijgen, om drempels te verlagen en out of the box denken. Later als je in een bedrijf werkt, ja, ga je leren samenwerken met elkaar. En dat ga je vanaf kleuter doen. En dat vind ik is een visie die elke onderwijzer moet hebben. Je moet niet denken aan de dag van vandaag in jouw ruimte, in jouw klas. Nee, je moet denken aan de toekomst. En je moet denken van kijk mannen, als we dit hier vandaag creëren binnen onze omgeving, binnen onze school, binnen onze scholengemeenschap, binnen het onderwijs, ja, dan krijg je burgers, krijg je kinderen die groeien naar een maatschappelijk hoger niveau.